Hallo en welkom bij Arduino voor beginners. Wat is Arduino? Arduino Uno is veruit de bekendste microcontroller. Een kloon kost in China nog geen 3 euro, inclusief verzending. Niet te geloven hoe ze daar nog winst op maken. Wat kun je doen met Arduino? Een Arduino kan ingangssignalen lezen en hieraan uitgangssignalen koppelen. Je kunt zo werkelijk de meest uiteenlopende projecten bouwen. Een systeem dat je planten water geeft, een draadloos weerstation, een 3D-printer, een robot die je M&M's per kleur sorteert. Je kan het eigenlijk niet zo gek bedenken. Wie weet bouw jij wel het volgende gat in de markt na het zien van mijn tutorial. Laat het zeker weten. Hoe werkt Arduino? Je stuurt een programmacode van je computer naar de microcontroller. Daarna koppel je de computer los en bam! Arduino voert zelfstandig je programmacode uit. Zo'n code kan bijvoorbeeld zijn: als het donker wordt, dan moet de lamp aangaan. Op de Arduino zelf zul je geen lichtsensor of lamp vinden, en eigenlijk is dat net het krachtige aan Arduino. Je kunt van alles koppelen aan de in- en uitgangen op het bord. Het internet staat dan ook echt vol met sensoren, modules, relais, motortjes en ga zo maar door. Heb ik nodig? De software waarin je Arduino-code schrijft heet Arduino IDE. En het goede nieuws is dat je die gratis kan downloaden op arduino.cc. Je vindt een link in de beschrijving van deze video. Installeer het programma alvast. In de volgende tutorial zullen we ermee werken. Maar ik kan niet programmeren. Kun je zelf nog niet programmeren? Geen paniek. Online vind je heel wat gratis programmacodes, want in de Arduino wereld delen de meeste gebruikers hun projecten. Je kunt ook veel info vinden op YouTube, maar dat had je waarschijnlijk wel door aangezien je nu naar mijn video aan het kijken bent. Onderdelen van de Arduino Uno. Dit is het hart van de Arduino Uno, de ATmega328. Deze microcontroller chip zorgt ervoor dat de code wordt uitgevoerd zodra het bord opstart. Bovenaan links zie je de USB-poort om verbinding te maken met je computer. Bovenaan rechts zie je de digitale poorten. Die kunnen enkel een waarde 1 of 0 hebben. We spreken dan ook over high of low. Je ziet dat ze genummerd zijn van 1 tot 13 en ze kunnen gebruikt worden voor in- of output. Onderaan rechts zien we de analoge poorten. Deze gebruiken we voor input. Het grote verschil met digitale poorten is dat ze 1024 waarden kunnen hebben. Voor het uitlezen van temperaturen moeten we dus zeker een analoge poort gebruiken. Onderaan links zien we de powerpinnen voor voeding. Maar vaak ga je gewoon de barreljack gebruiken om je project van voeding te voorzien. Die kan 7 tot 12 volt gelijkstroom aan. Ga zeker niet over de 12 volt. Of je hebt een gefrituurde Arduino. Genoeg theorie, nu is het tijd voor de praktijk. In de volgende tutorial leg ik je stap voor stap uit hoe je te werk gaat.